Goedendag, vandaag gaan we Italiaanse bollen gaan we maken. Wat hebben we voor Italiaanse bollen nodig? Dat is bloem. Dat is de normale bloem en ik heb daar een heel klein beetje roggenbloem heb ik erbij gedaan. Dat het niet te hard gaat rijzen, maar dat ook voor de smaak hebben we dat nodig. Dan verder hebben we wat lauw water nodig, ongeveer 24 graden. Ik ga een krokantpoeder gebruiken. Dat is te krijgen, dat is eigenlijk de bloemverbeteraar is dat. Hij zorgt ervoor dat het gewoon iets krokanter gaat worden. We hebben een beetje olijfolie nodig, we hebben gist en zout. Dat is eigenlijk alles. We gaan zoals gebruikelijk gaan we de bloem, de verbeteraar, de gist en het water dat gaan we bij elkaar doen. En we laten dit heel eventjes 2 minuten, laten we dat dadelijk mengen. Ik doe er nog niet de olijfolie bij, die doe ik er dadelijk, als het 2 minuten gemengd heeft, doe ik erbij, zelf samen met het zout. En dan kneden we het nog heel eventjes op een iets hogere stand, nog 5 minuten even goed door. Zoals je ziet heeft het deeg is mooi soepel en heeft voldoende gekneed. Ik doe op een theedoek een heel klein beetje bloem strooien en daar gaan we het deeg gaan we daar nu opleggen. We gaan het deeg hier even 20 minuten gaan we hier laten rusten. En als we dat rusten, dat doen we dus op de theedoek. Waarom doe ik de theedoek gebruiken? Mijn aanrechtblad is wat aan de koude kant. En zou ik daar direct het deeg opleggen, ja, dan koelt het te zeer af. En door de theedoek te gebruiken heb ik daar wat minder last van. Ik doe er een stuk plastic doek eroverheen leggen en ik laat het 20 minuten even tot rust komen. En het deeg heeft nu 20 minuten mooi lekker kunnen rusten. We gaan het nu opbollen, of in stukken verdelen. En we gaan het dan direct opbollen. Ik ga het ook gelijkertijd dadelijk weer opnieuw op de handdoek ga ik het leggen. Om het dan vervolgens opgebold weer te laten, voor de eerste reis te laten liggen. Ik ga bolletjes maken van 110 gram. Het worden dus stevige bollen gaan het worden. Eerst even kijken hoeveel ongeveer 110 zal zijn. Omdat ik een idee heb. Dat is 110. Ja. Ik ga er een aantal. Dan ga ik er even afwegen. En als we dit afgewogen hebben, maken we er mooie ronde bolletjes gaan we ervan maken. En die laten we dan de eerste keer laten we die dan even. Ook weer 20 minuten laten we ze rijzen. Het deeg is mooi zacht en soepel. Ik vertel er wel heel even bij. Ik zal de ingrediënten uiteraard onder de video vermelden. Met name het water wat ik gebruik is een richtgetal. Je zult dat zelf even moeten kijken, want het ligt er helemaal aan de bloem die je gaat gebruiken. De ene gebruikt iets meer en de andere wil iets minder bloem water opnemen. Wees niet, sowieso niet te zuinig met water. Laat het ook gewoon even goed doorkneden dat het water opgenomen wordt. Maar het deeg, zoals je ziet, moet ja, vrij soepel moet het gewoon zijn. Opbollen van de bollen is eigenlijk al vaker voorgedaan. Dus een kwestie van met de pink en de duim even goed bollen en door laten rollen over het aanrechtblad. En dan wordt het vanzelf wordt het dan een mooie ronde bol. De bollen hebben nu 20 minuten alvast kunnen rijzen. Je voelt ook al dat ze al wat gerezen zijn. Ze beginnen al wat luchtiger te worden. We gaan ze nog een keertje opnieuw gaan we ze opbollen. En je zult dan ook merken dat de lucht er dan ook heel voorzichtig eruit komt. Dat hoor je aan het opbollen. Maar het geeft wel in ieder geval ook weer wat stevigheid aan de bol zelf. En we gaan de bol gaan op de plaat leggen. Zorg wel dat je voldoende afstand tot de bollen hebt. Want ze gaan zo meteen gaan we ze nog een uur gaan ze rijzen. Ik weet niet of ik de vorige keer gezegd heb, maar ik heb ze nu voor de eerste keer heb ik ze 20 minuten laten rijzen. Ik ga ze opbollen en dan ga ik ze een uur zeker nog even laten rijzen. Voordat ze uiteindelijk de oven ingaan. Ik ga de oven zo meteen voorverwarmen op 230 graden. En daar, op die temperatuur gaan we dan ook de bollen gaan we ze afbakken. De bollen hebben nu een uur gerezen. Wat we nu gaan doen, ik ga ze met roggenbloem ga ik nog een heel klein beetje de bollen bestrooien. Dat doe ik maar heel licht, maar dat is ook eigenlijk meer voor decoratie van de bollen. En vervolgens, als ze dit gedaan hebben, dan gaan we ze nog 2 keer gaan we ze insnijden. Ik doe het met opzet, doe ik het niet andersom. Dus eerst insnijden en dan pas bestrooien met de meel. Als je ze nu insnijdt, dan klappen ze mooi open en blijft het binnenste gedeelte blijft dan mooi zonder de bloem te zitten. Ik heb gewoon een scherp kachelmesje heb ik. En daar snij ik heel licht
snijden we daar gewoon heel even de bollen twee keer. Gaan we insnijden. Hoef maar heel weinig druk uit te oefenen met dit mesje. De oven is inmiddels voorverwarmd op 230 graden. En de broodjes gaan we normaal gesproken, als je ze helemaal wil afbakken, ga je ze 18 minuten afbakken. Ik doe ze 4 minuten korter, want ik wil ze eigenlijk voorgebakken hebben. Dan kan ik ze eruit halen en kan ik ze in de diepvries doen en kan ik ze later op een ander tijdstip kan ik ze gewoon verder nog 4 minuten even afbakken. Maar wil je ze helemaal dus afbakken, 18 minuten in de oven, voorverwarmd op 230 graden en dan zijn ze zo klaar. Voor mij zijn de 14 minuten dus nu om en zijn de broodjes voorgebakken. Zelf, als je ze dus nog even wil doorbakken en je wil ze dus direct gaan gebruiken, laat je nog 4 minuten in de oven staan. Maar zo zullen ze er ongeveer gaan uitzien. Ze zullen voor jullie dan iets donkerder zijn. Omdat ze gewoon simpel wat langer hebben gestaan. Maar dit is uiteindelijk het eindresultaat. Ik wens jullie smakelijk eten. Hebben jullie nog vragen, dan hoor ik ze graag. De ingrediënten en de bereiding heb ik onderaan het video nog een keertje opnieuw erbij gezet. Smakelijk eten en tot een volgende keer.